We beginnen met coördinatie. Coördinatie wordt steeds meer belangrijk binnen de bouw. Je ziet steeds vaker dat modellen uitgewisseld gaan worden en dat daarbij ook de BCF die daarbij hoort toegestuurd wordt naar allerlei partijen. Om eventjes BCF toe te lichten. BCF is het BIM Collaboration Format. En dat wordt gebruikt om fouten, knooppunten, clashes zeg maar, in de modellen te communiceren naar verschillende partners. Maar dat kan ook binnen het eigen bedrijf zijn. Je hebt daarbij het IFC-model, wat gebruikt wordt om het model inzichtelijk te maken. En de BCF om te communiceren dus over die fouten. Archicad heeft nu de markup tool die wat uitgebreid is op dit gebied. Ik zal eerst eventjes naar Solibri gaan. Solibri is een programma wat gebruikt wordt om knooppunten te kunnen herleiden. Je ziet hierin een aantal issues en die worden dus gecommuniceerd met de modelleur die binnen Archicad werkt of misschien wel in een ander programma werkt. De markup tool die heeft dus extra functies gekregen om een BCF te kunnen importeren en te kunnen exporteren. Dat is deze knop hier bij de markup entries. Je ziet dan allerlei issues naar boven toe komen en bij zo'n issue hangt een bepaalde schermafbeelding. Onder tag en discussion zijn daar bepaalde commentaren op geleverd en dan kun je ook daar commentaren toevoegen en weer terugsturen. Cubus heeft ook de BCF Manager. Deze is gratis beschikbaar voor al onze teammember gebruikers. Ik zal eventjes toelichten hoe dat het mogelijk is om dit te activeren. Bovenin heb je de knop BCF Manager erbij gekregen. En onder info klik je dan Get License Now aan. En dan kom je op onze website terecht waar je een gratis licentie kunt gaan kopen. Dus hij is gratis, maar je moet hem wel gaan kopen. Nou, als je dat eenmaal gedaan hebt, krijg je een licentiecode en die kun je hierin activeren. Ik start ook de BCF Manager op. En hier hebben we een scherm waarin dat we dus die issues kunnen gaan inlezen. Je kunt een nieuwe BCF maken, maar je kunt ook een al bestaande BCF openen. Je ziet nu een aantal issues naar voren te komen. Dat zijn de issues gelijk aan die van Solibri. Daarbij hangt een persoon eraan, in dit geval ben ik assigned aan deze issues, en een status of ze open of gesloten zijn. Ook weer aan deze issues is een schermafbeelding gekoppeld. En op het moment dat je daarop dubbelklikt, worden ook de elementen geselecteerd en zichtbaar gemaakt binnen Archicad. Dat is een groot verschil met de markup tool. De markup tool die zal enkel de elementen selecteren en daarna moet je nog met F4, F5 naar die elementen toe gaan. Je ziet hierin ook dat er een commentaar is toegevoegd. En met nieuw comment kan ik daar ook weer een commentaar aan toekennen en dat weer communiceren met andere partners. Nou, wat is dan nou het grootste verschil tussen de BCF Manager en de Markup Tool? De Markup Tool is van Graphisoft. Ontwikkeling verloopt daarin wat trager als dat je bij ons kunt verwachten. We hebben nog een hoop op stapel liggen voor de BCF Manager, dus houd onze website daarvoor in de gaten. Daarnaast is een groot verschil het selecteren, zoals ik al zei, en de filters. Je ziet hier een aantal knoppen en hiermee kan ik bijvoorbeeld issues die gesloten zijn sluiten of verbergen. Ik kan ook alle Assigned to me, aan mij toegekende issues aanduiden, maar die zijn allemaal aan mij toegekend. Ik kan ook elementen selecteren. Op het moment dat ik deze knop gebruik,
pakt hij alle issues waarin dit element zich bevindt. En ik kan op basis van een woord, bijvoorbeeld ventilatie, kan ik daarmee ook de issues filteren die dit woord bevatten. En dat kan in het commentaar zijn, maar dat kan ook in de naamgeving van een issue zijn. Dat over BCF en de BCF manager. Bekijk ook onze video op het YouTube kanaal. Daarin wordt de BCF manager volledig uitgelegd. Dan gaan we verder met nog een aantal andere opties binnen IFC en uitwisseling. Bij building materials is het mogelijk om nu aan te geven of ze wel of niet in een clash controle moeten meedoen. Nou, op het moment dat bijvoorbeeld een luchtlaag problemen oplevert, bijvoorbeeld bij installaties, dan kun je ervoor kiezen om hier het vinkje uit te zetten. Dus het doet niet mee in de collision detection. En bij de export in IFC kun je ook dat aangeven dat hij niet wordt meegenomen in de export. Binnen IFC Management is er ook wat veranderd. Het is nu mogelijk om te kiezen voor een aantal voorgedefinieerde IFC-eigenschappensets. De Model View Definitions. Bijvoorbeeld de Coordination View, die wordt veel gebruikt in de bouw. Daarnaast COBE. COBE wordt gebruikt met name in Engeland voor Facility Management. En dat geeft een voorkeuze in een aantal eigenschappen die je kunt meesturen. Het is ook makkelijker gemaakt om wat eigenschappen te automatiseren. Daar zal ik eventjes een voorbeeld van laten zien. Hier zie je de IFC Scheme Setup. En bij ramen is het mogelijk om eigenschappen uit Archicad te nemen, zoals een breedte of een hoogte. En deze zijn gedefinieerd in een mapping rule. Nou, op het moment dat je dit gaat exporteren, krijg je bij alle ramen de breedte en de hoogte als naam mee geëxporteerd. Nog een aantal andere nieuwe features wat betreft IFC. Het is mogelijk om IFC-eigenschappen te labelen. En daarnaast is het ook mogelijk om composite-elementen, dus wanden met een schilopbouw, als IFC-parts te laten exporteren. Het wil niet zeggen dat het helemaal uiteenvalt, maar het is wel mogelijk om van al deze losse schillen informatie te kunnen opvragen. Mijn onderdeel is nu ramen en deuren. En er gaat ontzettend veel veranderen voor de Nederlandse gebruikers. Want met Archicad 18 gaan we over naar de nieuwe ramen en deuren bibliotheek. In het verleden hebben we altijd een eigen bibliotheek ontwikkeld, omdat de ramen en deuren van Graphisoft niet toereikend waren. Maar de laatste jaren heeft Graphisoft onze bibliotheek ingehaald qua mogelijkheden. En dat mede dankzij de inspanningen van Cubus. De Belgische bibliotheek die was al langer de internationale bibliotheek, vertaald in het Nederlands. En nu volgt ook de Nederlandse bibliotheek. En daarmee is het grootste verschil tussen de Belgische en Nederlandse bibliotheek vervallen. En zijn deze ook samengevoegd in één bibliotheek. Er zijn ontzettend veel extra mogelijkheden. Je kunt zien aan de tabbladen daar in Archicad 17 de Nederlandse kozijnen. Die hebben maar een beperkt aantal mogelijkheden. Maar de internationale ramen en deuren die hebben ontzettend veel mogelijkheden. De belangrijkste verschillen is dat er geen onderscheid meer gemaakt wordt tussen houten kozijnen of stalen kozijnen. Het is gewoon een kwestie van een andere instelling maken en zelf als favoriet op te slaan. Er zijn heel veel typen mogelijk. We hebben ramen en deuren met multi-zijlichten. We hebben dus stalen montagekozijnen. En wat belangrijk is ook dat echt een consistente manier de ramen en deuren kan instellen. Ook kunnen de ramen in plattegrond voorzien worden van draairichtingen. Er zijn ook twee nieuwe ramen bijgekomen, dus ook voor België. Die zelfs tot 10 stukken verdeeld kunnen worden en ieder vak heeft zijn eigen instellingsmogelijkheden. Er zijn minder bibliotheekelementen
En dat maakt de beginkeuze een stukje makkelijker, maar ze hebben natuurlijk wel meer mogelijkheden om in te stellen. En dus hier kun je in dit raam het bovenlicht aanzetten, het zijlicht, onderlicht, etc. Allemaal om een eigen configuratie te krijgen. Belangrijk voor het instellen van de ramen en deuren is de icoontjes aan de rechterkant. Soms is daar een keuze tussen twee knopjes. Nou, de linkerknopje, dat is meestal de hoofdkeuzes. Wordt het een type dorpel of wordt het lengtes en afmetingen. En het rechterknopje, dat is voor de attributen. Zoals pennen en arceringen en services. En het is af en toe verwarrend als je dan schakelt tussen de hoofdtabbladen. Dan blijft die keuze voor dat linker- of rechterknopje, die blijft bewaard. Dus dan moet je dat aparte weer aanklikken om in het andere venster te komen. Nou, er kan ontzettend veel worden ingesteld, nou, waaronder wandaansluitingen. En zoals gebruikelijk kan daar gewoon voor worden gekozen om het buitenblad om te zetten. Of dit helemaal achter het metselwerk schuil te laten gaan. Nee, dit zijn dus de wandaansluitingen. Ontzettend veel mogelijkheden die gewoon internationaal ook beschikbaar zijn. De standaard Nederlandse raamaansluiting die is als keuze beschikbaar. Helemaal nieuw zijn de ventilatieroosters. En daarmee kan ook weer in ieder vak bepaald worden of er een ventilatierooster aanwezig is. En zelfs is het mogelijk om boven het gehele element een ventilatierooster te kiezen. En nou, behalve alle andere mogelijkheden is zonwering een totaal nieuw item in de ramen en deuren. Er zijn verschillende types mogelijk, zoals ook een rolluik en dergelijke. Die kan helemaal naar wens worden ingesteld. Ik zal in de Archicad even wat bijzonderheden laten zien. Helaas kan niet alles worden behandeld vanwege de tijd, maar er komt een uitgebreide documentatie van de ramen en deuren. Dus als ik de instellingen van een deur open, is de opbouw is ongeveer gelijk. En dan heb ik hier eerst het eerste tabblaad afmetingen. En dan kun je van allerlei instellingen doen, maar het belangrijkste is eigenlijk dat je hem voornamelijk op wandopening laat staan. Hè, dat is gewoon de breedte van de deur zelf. En die wordt dan ook in de infobox getoond. Dus deze afmetingen die worden hier zometeen in de infobox getoond. Ik zal eventjes dat ze op deze manier zo laten zien. Hè. Dus deze instellingen, dat zijn deze instellingen hier. Meteen maar even uitleggen dat deze optie behoud bij verandering de maatgever afmetingen als volgt werkt. Dus ik kan hier een keuze in maken en dan kan ik bijvoorbeeld zeggen, nou, de dagmaat zijn mijn maatgevende afmetingen. Dus die zouden dan hier komen te staan als ik op OK zou drukken. En als ik dan deze optie invul en dan ga wisselen naar bijvoorbeeld de wandopening, dan zie je dus deze 833, die zie je dan vervolgens daar ingevuld worden. Dat is de functie van deze knop. Een bekende beperking op dit moment is dat je de dagmaat of de deurmaat niet echt kan vastleggen. We zijn daarmee bezig met Graafsoft om dat te verbeteren. Om de dagmaat na een wijziging van de afmetingen correct in te stellen, kun je dus de instellingen wandopening gebruiken en de hotspot in het plattegrond. Dus als ik even weer terug herstel naar de originele situatie. Als ik een wand heb, die plaats ik dan. En ik stel van, ik heb hem opgerekt. En dan is op dit moment helaas zo dat dus het deurpaneel vergroot. Om dit te herstellen moet je eenmalig even dus deze maat veranderen. En dan relatief ten opzichte daarvan instellen. Nee, in het tweede tabblad, algemeen, heb je een aantal snelkoppelingen om hoofdinstellingen te doen. Het is mogelijk om combinaties te maken. Zoals gebruikelijk wordt dan het eindlijntje wordt dan weggelaten, zodat je dat tegen een ander element aan kan plaatsen, waardoor het lijkt alsof het één geheel is. Helemaal nieuw is het 2D detailniveau. Voorheen kon je dat op schaal gevoelig zetten, dus dat je als je naar een 1 op 50 schakelde, dat je automatisch meer gegevens zou zien. Of je kon een specifieke schaal kiezen. Maar nu is het dus mogelijk om volgens de Model View Option het symbool te laten tonen. Dus dat is ook de standaard waarde.
En daarmee kan ik via document set model view, model view options, kan ik de weergave bepalen. Dat is hier in het tabblad detailniveau, symbolen en deuren. En dan kan ik bijvoorbeeld voor deuren deze mogelijkheden kiezen. Dus heel gedetailleerd met het deurpaneel in een dichte toestand of gedetailleerd met de deur in een open toestand. En hetzelfde geldt voor deze weergave en voor de eenvoudige weergave is ook een mogelijkheid. Dan heb je bij vorm de algemene indeling van een raam of een deur. En bij profiel en afmeting, daar vind je dan die optie om een stalen kozijn in te stellen met de stelkozijn om de wand optie. En dan kun je op deze manier een deur weergeven. In het tabblad van het deurpaneel natuurlijk ontzettend veel mogelijkheden om een type deur te kiezen en natuurlijk eigen deurpanelen. Je kan automatisch de afmetingen van het glas, in het geval van een rechthoekige glasopening kun je die instellen. Natuurlijk deurklinken en nu ook dus makkelijk verstelbaar in hoogte. En bij vakvullingen kun je ieder vak van een deur kun je van een bepaalde invulling voorzien. Bijvoorbeeld een roedeverdeling of een vrije roedeverdeling of een dichtpaneel. En ook eigen panelen zijn mogelijk. In het volgende tabblad, je kunt overigens per vak dat invullen. In het volgende tabblad, daar heb je de opzet van de opening en daar bepaal je eigenlijk of iets opendraait of niet. Dus dan kun je hier bepalen of dat vak, dat draaideel, of dat, op welke manier dat opendraait. En de openingslijn die luistert in de meeste gevallen ook naar de model view options, maar in individuele gevallen kun je dat dan overroelen. En dat ook voor het zijlicht. De deuren die hebben een eigen tabblad voor het instellen van surfaces. Bij ramen gebeurt dat in een van de bovenste tabbladen. We zien hier ook de mogelijkheid om niet gebruikte elementen te laten voorzien van een service niet van toepassing. Dat is een speciale feature voor de key member gebruikers. Dus als bijvoorbeeld routes niet worden gebruikt, dan staat hier automatisch niet van toepassing. Als ik wel routes zou gebruiken, de services, dan kan ik deze wel invullen. Kan ik een materiaal kiezen. Ik kan overigens van binnen en buiten verschillende services kiezen. En als ik dan in een andere situatie weer terug zou gaan naar geen routes, dan zie je dat dat automatisch op niet van toepassing staat. En dit levert gewoon betere schedules op. Dan hebben we de dagkant. Van allerlei mogelijkheden voor de dagkant. Even kijken, ik weet even niet waarom die nou in een beperking heeft. Dus verschillende mogelijkheden, dus ook gewoon schuin en hoort het en zelfs een eigen dagkant profiel. En ook heel veel verschillende wandaansluitingen, waarin even kijken, de wandaansluiting met spouwlat de standaard voor Nederland is. Nou, dan hebben we nog de dorpel. De dorpel is het onderdeel ter plaatse van het deurpaneel. Want we hebben hier namelijk even verder ook nog de onderdorpel. En die gaat onder het hele element. He, al deze features die zijn een beetje what you see is what you get. Je kunt gewoon een keuze maken tussen verschillende mogelijkheden. En zie hier ook dat verschil tussen het linker en het rechter knopje. Dus hiermee kan ik dan naar de services gaan. Als ik dan bijvoorbeeld naar het volgende tabblad ga, de architraaf. Dan blijft dat, die optie die blijft dan even bewaard. Dus dat is even op te letten. Die ga ik verder niet behandelen. Dan hebben we hier nog wel de parameters voor stuklijsten. En daar is het interessant om aan te geven dat dus het glasoppervlak automatisch wordt berekend. En hier bij de brandwering, daar kun je kiezen voor de brandwerendheid. En dan wordt het brandwerendheidssymbool getoond. Of je kunt eventueel gewoon zelf een waarde invoeren. Nou, om een raam om de deur te maken, hebben we nu heel veel mogelijkheden.
Maar ik wil je erop wijzen dat ook de fabrikanten tegenwoordig niet stilzitten. Het bedrijf Schuco heeft via BIM Object, bimobject.com, een website die fabrikantenobjecten maakt, hebben Schuco en heeft een groot aantal ramen en deuren ter beschikking gesteld. En deze bevallen altijd alle mogelijkheden die een fabrikant heeft, dus met allerlei verschillende opties. En dit voorbeeld is, daar heb ik hier een voorbeeldje van. Deze wil ik laten zien. Dit zijn dus alle mogelijkheden die standaard uit onze bibliotheek komen. De mogelijkheid voor combinaties te maken binnen en buiten services. En hier dan zo'n object van BIM Objects. Als ik dan even wat inzoom, dan zie ik daar een hoog gedetailleerd element. En bij de instellingen kan ik van allerlei keuzes maken. Enigszins lijkend op de standaard graafsoft ramen en deuren. Maar nu met alle mogelijkheden van Schuco zelf. Een ander onderdeel van ramen en deuren is de splinternieuwe ramen en deuren add-on. Want ja, behalve al deze mogelijkheden zullen er altijd weer een noodzaak zijn om zelf ramen en deuren te maken. Dit kan nog steeds via Safe Selection As, op de oude manier. Maar we hebben dus nu ook een eigen add-on ontwikkeld waarmee het nog een stuk sneller en gemakkelijker kan. Daarvoor moet je even de Keymember editie geïnstalleerd hebben, want die installeert namelijk de bibliotheek met een aantal speciale objecten, de module Ramen en Deuren Werkplaats en de Ramen en Deuren add-on. De module die sleep je in een live project en die ziet er ongeveer hetzelfde uit als. Oh, sorry. Als voorheen. Alleen zijn nu de objecten gebaseerd op de internationale ramen en deuren. Dus als ik hier de eigenschappen van toon, dan heb ik hier eerst een afwijkend mogelijkheid voor de draairichtingen en dergelijke. En in het tweede tabblad, daar kan ik de vakvulling bepalen. Ja, precies met alle instellingen die de internationale ramen en deuren, dus de nieuwe ramen en deuren, ook hebben. Nou, met deze objecten kun je dus een eigen deurpaneel maken. En die kun je dus samenstellen. Met het pipetje kun je gewoon instellingen overnemen uit deze raam- en deurenwerkplaats. En vervolgens, daarmee kun je hem dus opbouwen zoals je hem ziet, hè, van buiten. Dat is ook nieuw dat je hem gewoon vanaf het buitenaanzicht op kan bouwen. En het nulpeil is nu ook de buitenkant van je raam of de deur. En daarna is het een kwestie van het selecteren van alle elementen die je nieuwe raam of deur gaan maken. En via het Keymember menu kan ik kiezen voor opslaan als deur. En als dat doet, kan ik een eigen naam aangeven en vervolgens opslaan. Je ziet dat de elementen worden gedeselecteerd en ik kan meteen gaan plaatsen in een wand. En wat opvalt is dat er meteen ook een draairichting aangekoppeld zit. Ik hoef die niet meer via het 2D-symbool aan te passen. Hij is gewoon direct een stuk beter dan in eerste instantie. Hij heeft makkelijk de eindpunten om makkelijk te selecteren. Hij heeft een contourlijn. Als ik bij de eigenschappen kijk, kan ik eerst even hier laten zien dat daar dus ook gewoon meteen de datum van opslaan bij staat en de naam van het bestand en eventueel ook door wie dit element is gemaakt, zodat het ook makkelijker terug te vinden is. En bij de custom settings, daar kan ik dan nog eventueel andere pennen en arceringen aan koppelen. En indien in het geval van dat het echt de oude manier wil hebben, dan kun je nog altijd het 2D-symbool gaan gebruiken. Er zit ook nog automatisch een brandweringssymbool, dus dat is ook meteen onderdeel van het nieuwe raam of deur. En daaronder, daar zijn een heel aantal parameters zichtbaar, alleen die zijn niet functioneel. Die zullen niet zorgen voor een wijziging van het element. Die zijn alleen maar toegevoegd om een complete schedule te kunnen genereren. Dus je hoeft in elk geval niet meer losse parameters toe te voegen, maar je hebt in één keer alle standaard parameters toegevoegd. En daarmee kun je dus betere schedules genereren.
En dat brengt ons ook meteen tot de volgende nieuwe feature die speciaal is voor de key members, de ramen en deurenstaat. De oude kozijnstaat, zoals we die kennen, die was gebaseerd op de verouderde ramen en deuren en de oude LIST-technologie. Die levert nog heel wat vragen op. En nu hebben we een ramen en deur gemaakt die op basis van de schedules werkt, die in de schedules wordt gegenereerd. En natuurlijk die op basis van de nieuwe ramen en deuren werkt. Nou, de belangrijkste eigenschap van van de schedule is natuurlijk dat je een wijziging zowel in de schedule als in het model kan doorvoeren. En daarom is de schedule altijd up-to-date. En de weergave, die wordt net als bij de voorgaande kozijnstaat geregeld via de Model View Options. Hier onder Set Model View, Model View Options. En nu het speciale tabblad Ramen en Deuren staat in de Interactive Schedules. Kun je hem in eerste instantie ook aanzetten. En dan heb je weer de gebruikelijke mogelijkheden om in een schedule te laten zien. Nou, wel mogelijkheid om alle accessoires te laten zien, om de hoek te overschrijven. En we hebben een speciale optie om een interieur ramen en deuren staat te maken waarin alle ramen en deuren vanaf de openingszijde worden bekeken. Het is niet mogelijk om combinatiekozijnen als één element te laten zien, maar het is wel mogelijk om afbreeklijnen te tekenen, zodat je daar een notatie kan aangeven waar een deelkozijn bij hoort. Dus ik heb hier een voorbeeld. De raam en deuren staat. En je ziet dat het eigen gemaakte kozijn, raam, het eigen gemaakte deur, die staat er ook bij, inclusief ook de supplementvoering, want dat hebben we als speciaal object toegevoegd. En daarmee ja, lijkt die exact op alle standaard ramen en deuren en hoeft er geen onderscheid meer te maken. Nou, even terugkomen naar die maatvoering. Die is als speciaal object toegevoegd tijdens het opslaan. Is een los objectje wat erbij gevoegd wordt, dus de maatvoering. En daarmee kun je dus ja, zelf eventjes maat voeren en daarna dat eigen raam of deur opslaan. En dan komt die gewoon op dezelfde manier in de schedule als de standaard ramen en deuren. Nou, dit wordt allemaal nog uitgebreid uitgelegd in tip en truc 43 en 44. En de views die we hiervoor gebruiken, die zijn ook in de Keymail editie templates voorbereid. We hebben ook nog een speciale schedule toegevoegd, de ramen en deuren uitgebreid. En daar hebben we gewoon een groot aantal parameters al voor ingesteld. Dus het is allemaal mogelijkheid om die toe te voegen. En dus als je een eigen schedule wil maken, kun je deze als basis gebruiken en die een beetje uitkleden, zodat je snel de relevante parameters in zicht hebt. En zie hier ook ja, die niet van toepassingsmaterialen. Als er bijvoorbeeld routes niet worden gebruikt in dit element, dan staat hier netjes niet van toepassing. Zodat er niet per ongeluk toch nog routes gemaakt kunnen worden. Ik ga nu verder met het volgende onderdeel, dat is het renderen. We maken hierbij nu geen wisseling. Het renderen is binnen Archicad 18 aardig veranderd. We hebben een nieuwe render engine gekregen en die is gebaseerd op Cinema 4D. Binnen Archicad heet het de CineRender. Lightworks werkte niet heel erg intuïtief en je had veel kennis nodig om daarin een mooie rendering te krijgen. Dat is nu met CineRender is dat veranderd. Je kunt het een beetje vergelijken zoals een camera. Heel veel mensen gebruiken eigenlijk alleen maar de autoknop en die laten de camera zelf bepalen hoe dat het er verder uitziet. Ik heb een voorbeeldje. Dit is een rendering gemaakt met Lightworks, in Archicad 17. En dit is de render gemaakt met CineRender in Archicad 18. Dus je ziet meteen al met alleen maar een druk op de knop dat er heel veel in veranderd is. Binnen die basisinstellingen heb je de mogelijkheid om scènes te kiezen.
Als je de instellingen opent, dan zie je dit venster, de fotorendering settings. En dan heb je de mogelijkheid om een bepaalde scène te kiezen. Je klikt op scène en dan kun je onder Select en Manage Scenes kiezen voor bepaalde scènes. Nou, er zijn standaard al een hele hoop beschikbaar. Bijvoorbeeld de schetsscènes en je hebt ook de standaard interieur en exterieur scenes. De key member is verder uitgebreid met een hoop andere scenes die ook in de template verwerkt zijn. Je hebt ook nog de mogelijkheid om zelf eigen scenes te maken en met import en export die uit te wisselen. Binnen zo'n scene, ik zal hem er eventjes bij pakken. Hier heb je de instellingen. Binnen zo'n scene is ook een omgeving gekoppeld. En als ik hier op deze knop druk, krijg ik een kleine preview van het beeld wat ik nu actief heb. En daarin zie je ook die achtergrond en omgevingsinstellingen. Je kunt hierin ook kiezen voor een aantal presets, een aantal voorinstellingen, zoals de Blue Night, Blushing Dusk. En je zult zien, het geeft een hele mooie effect aan het gebouw. Meteen zijn alle instellingen al goed ingesteld. Vanwege de nieuwe render engine zijn er ook een hoop dingen veranderd in de services. We hebben een nieuwe catalogus waar de services in bepaald worden. Standaard zijn ze verwerkt in de bibliotheek en voor keymember hebben we ook de mogelijkheid voor een premium service catalog. Hierin zijn 500 extra services in toegevoegd. Dit zijn instellingen die je als beginner heel makkelijk kunt maken. En wil je wat verder gaan in deze instellingen, dan heb je ook de mogelijkheid om effecten toe te gaan voegen en zelf verder te fine-tunen. Binnen de services is het mogelijk om in elk kanaal een soort van shader effect toe te voegen. Dus het is mogelijk om bijvoorbeeld gras accenten toe te voegen of leder bumpmap aan de materialen. Ik heb hier een interieur. Je ziet ook de scene die eraan gekoppeld is. En bij zo'n materiaal wordt dus echt meteen het effect van een lederlook gegeven. Hier zie je een voorbeeld van een grasinstelling. En met het renderen wordt die op deze manier weergegeven. Gras is wel een materiaal wat heel veel rekenkracht kost, dus gebruik dit zorgvuldig. Dan ga ik naar de lampen. Ook in de lampen is er het een en ander veranderd. Er is een nieuwe structuur toegevoegd en ook op lampen is het mogelijk om een soort effect toe te voegen. Je ziet hier de parameters effecten en je kunt daarin lichtbundels maken. Je kunt daarin een soort van ruis, een soort van wolkenpatroon in toevoegen. Je kunt ook lichtbreking laten renderen. Een soort lenseffecten. En overgang van licht naar donker goed laten weergeven. Hierin zie je een voorbeeld. Een Erlenmeyer. Daar wil ik wat rook uit laten komen. Op het moment dat er een lamp op schijnt, moet er ook een soort van lichtbreking in komen. En met het instellen van die effecten zul je dit als resultaat krijgen. Dus je ziet heel mooi dat er damp afkomt van de Erlenmeyer. Dat daar een lichtbreking in te zien is. Hierin zie je een voorbeeld van een lichtbundel. Daarin kun je ook kleuren aan toevoegen. Dus een heel mooi effect wat dat geeft.
Een ander effect wat geheel op het model toepasbaar is, dat is de white model effect. En daarin kun je een soort van maquette laten renderen. Dit is ook heel makkelijk om te bepalen of je lichtbronnen goed zijn ingesteld. Of dat er op bepaalde plekken wat meer licht nodig is. Ik geef het woord, sorry. Ik laat nog eventjes een paar voorbeeldjes zien. Dat zijn gerenderde plaatjes van het gebouw wat we gebruiken. En je kunt bijna het verschil niet zien tussen deze twee plaatjes. Het ene is het echte gebouw en het andere dat is de rendering. Ook van het interieur. In het interieur. En uiteindelijk het echte interieur. In AGED 18 wordt er een revisiemanager geïntroduceerd waarmee alle relevante wijzigingen van je model automatisch op layouts kunnen worden weergegeven. Je kan werken op een traditionele manier door handmatig aan te wijzen waar wijzigingen zitten. Of je kunt ze aan elementen koppelen, zodat automatisch alle tekeningen, de doorsneden, plattegronden, layouts, 3D en dergelijke, alle tekeningen waarin deze elementen voorkomen, worden gezien als gewijzigd. Wijzigingen in het model of op de plattegrond of aanzichten die heten in ArchiCAD changes. En die zijn allemaal gegroepeerd in revisions, ook wel layout revisions genoemd, want ze komen alleen op de layout voor. De traditionele wijzigingspijltjes zijn dus allemaal changes. En daarin wordt verwezen naar revisions, bijvoorbeeld een wijziging A. Er zijn verschillende manieren om een change aan te maken. En de eerste methode is via het Change Tool. En dat tool bevindt zich in de linkerkant aan in je toolbox onder het hoofdstukje Document, het Change Tool. En de opbouw lijkt een beetje op het Detail Tool. En hiermee kun je dus een wolkje plaatsen in je plattegrond of in je doorsnede. Met of zonder een annotatie. Dus je kunt kiezen voor alleen een wolkje of een annotatie met een wolkje of alleen de annotatie. Natuurlijk kun je hier de naam aangeven. Je kunt beginnen direct met een nieuwe change. Je kunt verwijzen naar een bestaande change of je kunt gewoon een niet gedocumenteerde change gaan starten. Dus de marker is altijd onderverdeeld in twee tabbladen. Enerzijds de textuele keuzes en daaronder heb je de grafische interface. En daarin kun je bijvoorbeeld aangeven hoe de polygoon eruit moet zien of wat voor type markerkop je gebruikt. En ook welke informatie je dan wel laat zien, bijvoorbeeld het revision ID. Dus je kan een nieuwe change gaan aanmaken. En dat kan ik bijvoorbeeld doen hier in deze plattegrond. Dus ik heb hier de plaatsingsmethodes, een polygoon of een rechthoek. Dan kies ik een rechthoek. En op deze manier bepaal ik welk gedeelte een change is. En met het hamertje bepaal ik waar de annotatie komt. De tweede mogelijkheid is om een change aan elementen te koppelen. En dit heeft als voordeel dat dus in alle tekeningen, dus ook in doorsneden, aanzichten, alles van ArchiCAD, de change zichtbaar wordt. En moet je bij de eerste methode dan eigenlijk een change in de plattegrond tekenen en eentje in het aanzicht. Bij deze methode gebeurt dat dus automatisch. Voor deze methode moet je de Change Manager openen en die kun je het makkelijkste via de Navigator openen. Dus via de Project Chooser linksboven van de Navigator kun je de Change Manager openen. Dus je kan dan bepaalde elementen gaan aanpassen. Bijvoorbeeld deze ronde kolom, dat moet een vierkante kolom worden. En als ik dan in die Change Manager kies voor een New Change, dan gaat hij deze geselecteerde elementen toevoegen aan mijn change. Dus ik kan hier een naam aangeven aan deze change. En hij noteert automatisch de tijd en degene die het gemaakt heeft. En zoals je hier kunt zien, aan deze change, kolomwijzeren, daar hangt dus deze kolom aan vast.
Je kunt ook changes toevoegen aan een bestaande elementen toevoegen aan een bestaande change door ze eenvoudig te selecteren en dan hier het plusje eraan toe te voegen. En er is ook nog makkelijke methode om bijvoorbeeld dat in 3D te doen. Dat kan ook in plattegronden en dergelijke. Kun je elementen oppakken en slepen naar een relevante change. En we kunnen vervolgens naar de layouts toe gaan. En daarin zien we dan de wijzigingen automatisch verschijnen. Alle drawings die worden geüpdate. En dan zul je meteen zien dat er ook een kleurnotatie toe wordt gevoegd. Hier in het layoutboek, daar zie ik dan de kleur blauw. En dat betekent dat deze layout dus een wijziging heeft ondergaan. We kunnen hier in die Change Manager naar de Layout Revision History. En als we die aanklikken, dan zien we dus alle wijzigingen die op dit moment zijn toegevoegd. En dan zien we dus dat er een revision staat, not in issue. En dat betekent eigenlijk dat we nog eigenlijk geen issue open hadden staan. En dan kunnen we dus nu een wijziging, een revision aan naam gaan geven. Dat moet in de booking settings. Of je kan dat vanuit de Change Manager in de Issue History gaan doen. Dus in deze book settings, dus ofwel hierboven in het layoutboek of vanuit de Change Manager, kom je in dit dialoogvenster. Dan zie je dat er een aantal wijzigingen al zijn geweest. Maar de wijzigingen die we zojuist hebben gemaakt, die zijn nog niet hierbij genoteerd. Want staat geen issue open. Dus we maken een nieuw issue. Ik geef even een melding dat een aantal layouts niet up-to-date zijn. Dus noemen we hem wijziging D. En dan zien we dus het huidige issue. Dat is wijziging D. En daar staat work in progress, oftewel werk in uitvoering. Dus daar zijn we nu mee aan het werk. Dus alle nieuwe issues en changes, en nieuwe changes, die worden hieraan toegevoegd. Maar naast het plaatsen van wolkjes op plattegronden en of het koppelen van elementen kun je natuurlijk ook op de layout zelf de wijzigingen plaatsen. Dus die kunnen hier ook nog eens bijkomen. En als men klaar is met de wijzigingen, om de wijziging de deur uit te doen, dan moeten natuurlijk open issues, die moeten worden gesloten op het open issue. Dus dat kunnen we doen in de issue history. En dan selecteren we dat issue en kiezen we close issue. En dan wordt meteen ook een issue date aangekoppeld. En dan is deze wijziging afgesloten. Natuurlijk weet Graphisoft dat er vlak na het sluiten altijd nog weer een extra wijziging wordt ontdekt. Dus het is mogelijk om dit laatste issue te openen en eventueel issues aan toe te voegen. Nou, natuurlijk willen we alle wijzigingen die op de layout aanwezig zijn, die willen we ook zien op de layout. En dat kan met het object Overzicht Revisies. En dat ziet er ongeveer zo uit. Dus je ziet daar de verschillende revisie-ID's met de namen die erbij horen, wijziging A, wijziging D en dergelijke. En alle changes die tot die wijziging horen, met de uiteindelijke sluitingsdatum. En dit element is gewoon een object wat op de layout of op de master kan worden getoond. Dus in het tweede overzichten, daar staat een object Overzicht Revisies. En die kun je gewoon op een layout of een master plaatsen. En dan kun je zelf bepalen welke onderdelen daar worden getoond. Er kan natuurlijk ook een tekeningenlijst worden gemaakt, waarbij alle layouts van de laatste wijziging ID worden voorzien. En dat kan bij de project indexes. Dus hier heb je 3D en dan en wat verder naar beneden de schedules. En daar zijn de project indexes. Die zijn nu ook bijgewerkt. En dan kun je bij de issue history alle veranderingen zien. Dit is gewoon op dezelfde manier hoe je een schedule opstart of opmaakt. Dus we kunnen aan bepalen welke onderdelen we zien. En een beetje de meest gebruikelijke tekeningenlijst, die maak je door bovenaan het layout ID te geven, de layoutnaam,
De issue name, dus de wijziging, en dan de issue date. Deze zijn dan eventjes overbodig. En we de headline even uitzetten. En dan krijgen we dus alle layouts met de bijbehorende wijzigingsdata. We zijn nu aangekomen aan de nieuwe features, het overige gedeelte wat we dus niet in het thema kunnen behandelen. Dus het is een verzameling van allerlei features die we zullen behandelen. We beginnen met PDF. Binnen de PDF options is het mogelijk om nu ook lagen te kunnen exporteren naar PDF. En dat zal ik even in een voorbeeld laten zien. Je ziet hier een PDF in tekening van de plattegrond. En hierin kan ik bepaalde lagen aan- of uitschakelen. Het is ook mogelijk om een PDF te exploderen. Explode vind je onder Edit en dan Reshape. Dan kun je kiezen voor Explode into Current View. En dit kan gebruikt worden bijvoorbeeld bij een detail die je graag zou willen exploderen. Ik heb hier een voorbeeld van een detail. En die kun je dan zelf gebruiken, kun je op basis van die lijnen het detail verder uitwerken. In ARCHICAD 18 is nieuw het multi-element editing. Dat wil zeggen dat je meerdere elementen, zoals bijvoorbeeld een terrein, een vloer en daken, tegelijkertijd kunt wijzigen. Dat zijn elementen die gebaseerd zijn op een polygoonmethode. Dus je kunt daarbij denken dus aan die vloeren en terreinen, maar ook aan lijnen en wandelementen bijvoorbeeld. Ik zal eventjes wat voordoen hiervan binnen ARCHICAD. Ik heb hier een terrein met daarbij een vloerelementen. En op het moment dat ik hierin een liftschacht ga maken, dan werkt dat helemaal door tot aan het onderste gedeelte. Alle elementen zijn gewijzigd. Nou, het werkt ook op basis van die lijnen, de referentielijnen. Als ik daar iets aan ga wijzigen. Ik heb hier dakelement, vloerelementen. En als ik hier de lijn oppak en opschuif, dan zie je meteen dat alle onderdelen mee gaan wijzigen. De voorwaarde is dus dat het polygoon gebaseerd is en dat de referentielijnen allemaal boven elkaar liggen. Bij de attributen is er ook wat gewijzigd. Ik heb hier een composite en zeer veel gestelde vraag is, kan die composite nou ook zonder core gemaakt worden? Nou, dat is nu eindelijk het geval, dus je kunt allerlei schillen gewoon op basis van hun type definiëren. Ook arceringen binnen de profiler, binnen de profile manager, die zullen niet meer automatisch worden samengevoegd, maar die blijven gescheiden van elkaar. Nu is het ook mogelijk om zo'n schil een transparantie mee te geven. Bijvoorbeeld hier bij de luchtlaag. Je ziet dus dat je meteen ook in de spouw kunt kijken. Dus elementen zoals een ventilatiekoker of gewoon een raam kun je dus ook zien in de doorsnede. Bij de building materials is er ook wat gewijzigd. Op het moment dat je een building material kiest, zie je meteen wat voor prioriteit daar aangehangen is. En daarnaast heb je in de attributes heb je de mogelijkheid bij tags en categories om een ID mee te geven, een fabrikant of een omschrijving hiervoor. Verder zie je nog dat de fysische eigenschappen verder uitgebreid is met embodied energy en embodied carbon. Dat zijn eigenschappen die gebruikt kunnen worden in een milieuanalyse. Binnen Teamwork is er iets veranderd. We hebben nu de BIM Cloud als losstaand nieuw product. En ook de BIM server die is daarmee meteen meegenomen. Je ziet dat hier in de interface wat veranderd is. De BIM server is nu ook
browser-based, web-based. Dus je kunt vanuit bijvoorbeeld een mobiel kun je op afstand je beheer doen, nieuwe gebruikers toevoegen of andere zaken. Verder is messaging is verbeterd en ook een aantal onderdelen op het gebied van reserveringen zijn verbeterd. Binnen de objecten is er ook wat gewijzigd. Je ziet nu dat de parameters anders zijn weergegeven. Je kunt kiezen tussen custom settings en all parameters. Kies je voor custom settings, dan krijg je de gebruikelijke grafische interface. En bij all parameters zie je ze in een lijstvorm. De twee onderdelen die zijn grotendeels komen die overeen, maar het kan wel eens voorkomen dat bepaalde parameters dus alleen maar in de lijst all parameters beschikbaar zijn. Dan bij wanden, bij de wall selection settings, heb je de mogelijkheid om de end surface, zoals je die hier ziet, te laten overschrijven door aansluitende wanden. Binnen de morph is het mogelijk om de outlines beter te laten weergeven. En schuine kolommen die doorsneden zijn, die hebben ook een betere weergave gekregen. Verder binnen Hotlink en Xref Management is het mogelijk om de elementen te relinken. Dus je kunt ze opnieuw aan een bepaalde module laten koppelen. En het is mogelijk om alle hotlinks bij het archiveren te laten verbreken. Bij de Attribute Manager zijn er ook wat mogelijkheden toegevoegd. Het is nu mogelijk om op basis van naam een attribuut toe te voegen. Dus je ziet hier een voorbeeld concreet met het indexnummer 11 wordt toegevoegd als zijnde indexnummer 6. Daarin heb je ook nog de mogelijkheid om bepaalde attributen die daaraan gekoppeld zijn, meteen mee te laten exporteren of importeren. Ga daar zorgvuldig mee om, want het kan snel tot verdroebeling leiden.